Jaden, van harte met je Europese debuut ook. Het is een hele mooie week, hè? Ja, dank u. Ja, zeker een mooie week. Eredivisie debuut en in de Conference League. Dus 1-0 gewonnen. En nog 3-0 gewonnen. Ja, van natuurlijk kennis, ja. Dus mooi. Had je verwacht dat je vandaag zou gaan spelen? Je hoopt het altijd, maar ik weet nooit zeker of ik inval. Het is aan de trainer weet het. Ja. Was dit een wedstrijd waarvan je dacht, nou, het zou wel eens kunnen gebeuren? Ja, tuurlijk. We kwamen 1-0 voor. En dan, ik dacht misschien, ze trainen me erin. Ik ben wel dreigend, dus misschien meer goals of meer naar hun goal toe. Ja, dus, ja, ik had wel gehoopt en ik ben erin gekomen, dus ja, mooi. Toch, als je de wedstrijd bekeek, tenminste, daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe heb jij hem ervaren, de wedstrijd vandaag? Volgens mij was het in de eerste helft was het wel lastig. Maar ik vond dat wij wel de hele tijd meestal de bovenliggende partij waren. En we waren goed aan de bal. En ik vond ook in duels sterk gespeeld. Dus ja, ik denk wel dat wij de bovenliggende partij waren. Dan kom je 1-0 voor, wat je net ook al zei. Dan hoop ik, of tenminste dat hoopten de mensen denk ik thuis ook, dat je dan toch de 2-0 maakt. Vond je het daarna lang spannend blijven? Ik vond het niet spannend. Wij waren meer aan de bal. We waren meer bij hun goal. En de 2-0 niet is gevallen is jammer, maar ik denk dat de eerder 2-0 zou worden dan 1-1. Dan loop je warm. En dan zegt trainer op een gegeven moment lange broek uit. Wat dacht je toen? Ja, toen dacht ik yes natuurlijk. Want ik wil altijd invallen. Laten zien wat ik kan, het team helpen. Dus ik was wel blij dat ik dat hoorde. Maar dan is de kans groter dat je erin komt natuurlijk. Want deze week, hè, afgelopen zondag inderdaad, omschreef je al, debuut maak je in de Eredivisie. Hoe heb je de afgelopen dagen allemaal beleefd? Ja, je niet te lang stil bij staan. Het is een mooi moment, maar je moet ook weer door. Het is nu donderdag, Conference League. En dan moet je er ook weer staan als je erin mag komen. Dus even genieten en dan weer door. Want vorige week spraken we elkaar na jouw contractondertekening. Toen zei je, ik hoop voor de winterstop heb ik mijn debuut te maken. Nou, dat is wel gelukt, hè? Ja, dat is gelukt. Dat is mooi. Ja. Een eerste stap, zo omschrijf je het zelf ook. Dan wil je natuurlijk meer. Wat zit hierna erachter? Wat zijn jouw volgende stappen? Hoe zie je dat voor je? Ja, dit is ik denk dat dit pas het begin is. En dat ik veel meer moet laten zien. Het is goed hoe het nu gaat. Dat is mooi, maar er zit nog meer in. Veel meer. En gewoon door blijven werken. En aan trainen laten zien dat ik klaar ben om in te vallen. En dat is gewoon wat ik nu moet doen. En focus op ontwikkelen. Wat zijn dan de belangrijkste punten als je het over ontwikkeling hebt? Wat zijn die belangrijkste punten die er nog meer in zitten bij? Bij mij die nog meer in zitten? Ja, ik denk mijn uithoudingsvermogen. Ik kan wel lang volhouden, maar ik vind invallen toch zwaarder dan starten. Ik heb jong vaak gestart en nu moet ik invallen. Dus wel zwaar. En gewoon door met hard blijven trainen. Dat komt vanzelf wel. Als ik erin kom, dat ik me gewoon goed voel en dat ik het langer kan volhouden. Dus twee kanten. Ja, ondertussen loopt Max voorbij, daar moest jij even lachen. Ik doe daar, wel je maatje. Ja, zeker, zeker. Goeie vriend van me. Dus eigenlijk twee kanten. Enerzijds ontzettend mooi dat je debuut twee keer hebt mogen maken. En aan de andere kant ook weer heel veel groeimogelijkheden. Ja, daarom gewoon. Dit is mooi, maar ik moet weer verder kijken. Het is donderdag en zondag is weer wedstrijd. Dus gewoon zo door blijven gaan. En ik hoop dat ik zondag ook weer mee mag.